Goedemorgen nog. Goedemorgen. Welkom bij alweer de vijfde arbeidsmarktupdate, week 20. Week 8 van, of week 9 misschien ook alweer van, ja, week 9 van de crisis sinds de intelligente lockdown. En eigenlijk de eerste week dat we ook een beetje uit die intelligente lockdown aan het kruipen zijn met elkaar. Fijn dat jullie weer in zo'n grote getale vandaag aanwezig zijn. Mijn naam is Geert-Jan Maasdorp. Ik ben de directeur-eigenaar van de Intelligence Group. En ik neem jullie graag mee in een aantal algemene ontwikkelingen. De stand van zaken op die arbeidsmarkt. En ja, vandaag gaan we ook echt even in op toch wat we vermoeden en met z'n allen wel zien aankomen. Een grote groei van een leger aan werklozen en studenten en scholieren die minder makkelijk aan gaan uitstromen. Dan geef ik ongeveer over een minuut of 18 het stokje over aan Juri, sales consultant bij Jobdigger. Juri Renkema natuurlijk. En die gaat ons buiten, denk ik, een aantal interessante zaken aan de vraagkant van de markt meenemen. Ons ook echt meenemen in hoe kun je nou werkzoekenden sneller, dichter, gerichter naar die toch wel behoorlijk grote hoeveelheid aan openstaande vacatures brengen. En een kwartier later, tien minuten kwartier later, neemt Dirk het over. Dirk Meeuws, partner bij OnRecruit. En die gaat vooral aan de aanbodkant kijken wat daar op dit moment online speelt op die arbeidsmarkt. Wij zouden het leuk vinden als jullie vragen hebben. Dat kan. Jullie zien een oranje pijltje. Als je daarop klikt en je venster opent zich, zie je een grijs. Rechthoekig balkje. En daar staat op questions. Als je vragen hebt, stel ze rustig. We beantwoorden ze tijdens het webinar. En zeker op het einde. We eindigen ook precies om 12 uur. Tenzij er geen vragen meer zijn. En wij vinden het, zouden het leuk vinden. En je ziet onze QR-codes onder onze naam staan. Link met ons op LinkedIn. Geef ons feedback, tips, suggesties. Wat je gemist hebt en wat beter kan. En deel het natuurlijk graag in je netwerk. Maar zeker willen we heel graag met je linken. Dus scan rustig die QR-code. En connect ons op LinkedIn. Waar gaan we het vandaag over hebben? Natuurlijk actuele zaken die spelen. Daar gaan we sowieso op in. En daarna hebben we ons ook proberen te prikkelen van hoe brengen we nou, en ik zeg 200.000, maar dat zullen er waarschijnlijk wel meer gaan worden in de komende maanden. Hoe brengen we zoveel werklozen naar nieuw werk? Dus dat wordt een belangrijk thema. Volgende week hebben we Hemelvaart, dan zijn we er niet. En die weken na gaan we in ieder geval weer verder. Kijken we naar kansen en groeimarkten op die arbeidsmarkt. En dan halen wij net ook eventjes op. En nou, we hebben al doorgepland naar week 23, maar we gaan ook vooral even kijken wat zijn dan actuele thema's. Kijk even naar jouw feedback en gaan we kijken wat de thema's zouden moeten zijn en welke frequentie die we gaan brengen naar de markt toe. Yes, we gaan beginnen. En ik had gedacht, het is normaal altijd hou ik in mijn hoofd, derde donderdag van de maand. Dat had ik niet helemaal goed ingepland. Ik had eigenlijk willen aftrappen en zeggen, hé jongens, kwartaalbericht arbeidsmarkt. We gaan arbeidsmarktdata gaan we krijgen, maar verkeerd ingeschat. Dat is niet vandaag, dat is morgen. En wat blijkt, morgen krijgen we ook niet de actuele stand van de werkloosheid gepresenteerd. Maar krijgen we eigenlijk de cijfers van Q1 op de arbeidsmarkt. Nou ja, kunnen jullie verklappen, de cijfers van Q1 op de arbeidsmarkt zijn buitengewoon goed. En totaal niet reflecterend over de arbeidsmarkt die we vandaag hebben. Dus daar, ja. Dat was niet, dat spannende moment kan ik dan niet met jullie delen. De verwachte nieuwe cijfers van het CBS zijn 20 mei. Dus we, ja, daar zullen we de week na Hemelvaart zullen we daar naartoe gaan. Dus dat is, ja, dat is nog even iets waar we op moeten wachten. Maar dat is wel iets waar ik het met jullie over wil hebben. Waar we, en daar kom ik zo eventjes op terug, want we gaan eerst maar eens inzoomen op de cijfers die we wel hebben. En de cijfers die we wel hebben zijn alle cijfers tot en met afgelopen zondag als het gaat om de ontwikkeling op de vraagkant. En in dit geval zien we, en ik heb er maar even meteen een figuurtje in gezet, hier in week 12 hadden we die intelligente lockdown. Inmiddels zijn we 8 weken verder. Je ziet daar beweging en vraag en aanbod, en natuurlijk in vraag ontstaan. En als je daar tussen je oogharen naar kijkt, kun je eigenlijk zeggen, hey, klap, we hebben een klap van 25% naar beneden gemaakt. Dat fluctueert, maar dat stabiliseert ook zich ook wel een beetje. En je moet wel heel erg goed met je door je oogharen heen kijken, want het beweegt natuurlijk alle kanten op. Met name de afgelopen 2 weken zagen we, en dat was natuurlijk het goede nieuws vorige week, zagen we die groei
deze week zien we eigenlijk gewoon een beetje die stabilisatie. Laatste week en week op week kijken is heel erg gevaarlijk. Ik krijg ook altijd mijn tik op mijn vingers. Is weekkoersen kun je eigenlijk niet doen op de arbeidsmarkt. Maar je wilt toch een beetje echt op die actualiteit sturen. Is gekrompen ten opzichte van eigenlijk twee hele goede weken. Maar ik denk het allerbelangrijkste wat je hier ziet. En dat is eigenlijk al week in, week uit hetzelfde bericht. De totale markt sinds de intelligente lockdown is met een kwart gekrompen. Ten opzichte van het begin van dit jaar is de krimp veel steviger. En de krimp bij werkgevers is eigenlijk twee keer zo groot als bij bureaus zoals we dat nu meten. En dat is eigenlijk een ritme. Ik denk als je de 5 weken geleden het eerste webinar zag en we zien hem vandaag, is dat wel iets wat we terug zien komen. Hier zie je eigenlijk hetzelfde, maar dan anders vormgegeven. Hier heb ik een figuur gemaakt en hier zie je de daling vanaf het begin van het jaar. Ja, begin van het jaar, week 2, dus 5 januari, heb ik op 100% gezet. En daarna zien we eigenlijk die markt naar beneden zakken. En vanaf de crisis is dat min 25. Dus daar is eigenlijk de stevige klap gekomen. Vervolgens heb ik eigenlijk cijfers neergezet van die we ook weten. CBS, het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen. En hier zie je eigenlijk ook meteen die dreun komen. En de meest actuele cijfers die daar het CBS heeft, is het consumentenvertrouwen. En ja, die lijnen volgen elkaar wel. Hè? Dus als je, het is erg interessant om consumentenvertrouwen te volgen, om een indicatie te krijgen waar ook die arbeidsmarkt heen ontwikkelt. En waarom zeg ik dat? Eigenlijk is het consumentenvertrouwen het meest actuele getalletje wat we van het CBS krijgen. Van het CBS, deze haal ik eventjes weg. Ik zet er even nu 2 andere getallen bij. De werkloosheidscijfers van het CBS zitten nog steeds op week 12. Op een all-time low. En we hebben hier ook nog de ABU-getallen erin staan. En de ABU laat eigenlijk, en dat kwamen ze begin deze week mee, een enorme klap zien. Min 25%, min 24%. Maar die cijfers zijn eigenlijk maar tot en met week 16. Tot week 16. Dat betekent, we zitten vandaag al in week 20. We hebben cijfers tot week 19. Dat de cijfers waar de ABU mee kwam eigenlijk al 4 weken vertraagd zijn. En hier bij het CBS is het eigenlijk nog erger. Praten we over 7 weken vertraging. Jongens, dan praten we eigenlijk over cijfers die, en de cijfers die we dan volgende week krijgen, die reflecteren eigenlijk pas het effect van de eerste weken van de lockdown. Terwijl we nu eigenlijk met elkaar al bezig zijn met de eerste weken na de lockdown. Dus echt een dilemma waar we eigenlijk mee zitten. En ik heb dat hier proberen visueel te maken. Dit is wat we nu weten en hier is waar we nu zijn. Er zit een gat van 7 weken. En volgende week wordt dat gat dan gedicht. Maar tegen die tijd zitten we al in week 21. En krijgen we cijfers tot en met week 16. Er zit dus ergens een vertraging van 7, 8 weken op die data. En dat is best lastig sturen. Want de arbeidsmarkt is altijd een markt van vandaag. Dus ik zat er een beetje aan de vergelijking te denken. Ik zeg, het zou bijna zijn, we verkopen nieuwe haring. En die komt natuurlijk er ook alweer aan. En die nieuwe haring is 7 weken geleden uit de Noordzee gehaald. Dat klopt niet. Dus daar zit iets... tussen die actualiteit die het CBS brengt versus de actualiteit waar wij met onze arbeidsmarkt continu mee van doen hebben. Ja, daar hebben we wel een achterstand. En dat is wel belangrijk, want als wij kijken naar het beleid wat we met elkaar moeten maken, ook om mensen van werk naar werk te helpen, is het essentieel dat we het doen op de data die er, op de arbeidsmarkt die er op dat moment is. Het is niet anders, moet een beetje riemen met roeien met de riemen die we hebben, maar ik blijf er ook wel op pushen richting het... ook richting het UWV en het CBS om met wat meer accurate data te komen. De data zijn er namelijk wel. En ze kunnen ook rustig met voorlopige data komen. Andere gegevens die op dit moment bekend zijn in de markt, is dat de nauwregeling inmiddels betrekking heeft op ruim 2 miljoen mensen. Dus daar is dus eigenlijk die nauwregeling voor aangevraagd. Dat is een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking, mensen. Dat is serieus. Want hier hebben we de ZZP'ers. Dat zijn er meer dan 350.000 die de TOZO, de tijdelijke bijstand, hebben aangevraagd. Dat is een derde van de ZZP'ers. Dus dat is een serieus dingetje. De ABU noemde ik net al. En hier iets interessants. Komt uit de data van de Intelligence Group, die ook tot en met zondag de cijfers heeft gemeten wat er gebeurt aan de aanbodkant. En daar zien we dat de voorraad werk opgaat.
Ik probeer dat even uit te leggen aan de hand van deze figuur. Door de coronacrisis heb ik meer of minder betaalde uren. Dat hebben wij gevraagd aan de Nederlandse beroepsbevolking. 1800 mensen ondervraagd. En wat zien we hier? En dan moet je vooral even kijken. Nou, bij die groep jongeren, die had al een dreun gekregen. Dat is natuurlijk de afgelopen week al een keer verteld. Maar je ziet hier met name dat nu de toename in minder betaalde uren werk vooral zit in die groep van 30 tot 45. Snelle stijging bij de 45-plussers. En vooral een stijging bij de VMBO'ers en de MBO'ers. Dus wat je hier ziet is dat ze eigenlijk de groep die voor 2 weken daarvoor ook nog in die meting zat. Die zei ja, nee, ik heb wel minder betaalde uren. Maar die groep is aan het groeien. Wat feitelijk betekent dat ze door hun werkvoorraad heen aan het gaan zijn. En werkvoorraad kan bijvoorbeeld zijn werk en opdrachten die al gevallen waren in februari, maart, april. Maar daar komt nou geen nieuw werk bij. Dus dat is dan een signaal dat daar iets aan de hand is. En we hebben ook gevraagd van hoe zit dat dan met meer betaalde uren? Nou, alleen is wel pikant, alleen de groep tussen 30 en 45 jaar, daar zie je dat het aantal betaalde uren toeneemt. Maar bij jongeren neemt dat af, bij de 45-plusser neemt dat af, bij de VMBO'er neemt dat af. Alleen bij een hele kleine groep binnen bij de hoogopgeleide neemt dat nog toe. Dus hier zie je dat voorraadwerk dat aan het afnemen is. En dat verklaart natuurlijk ook dat die nauwregeling groeit. En dus dat er voor meer mensen aangevraagd wordt. Vervolgens heb ik nog meer gekeken. Wat gebeurt er nou bij de vraag? En wat hebben we gevraagd aan mensen? Of ze meer geneigd zijn om te solliciteren dan in de periode voor de coronacrisis. Nou, gaat Dirk daar straks zeker ook nog op in. Maar wat ik hier zie, is dat die jongeren, zijn ze het ermee oneens met de stelling? Nou, ben je meer geneigd om te solliciteren, ben je ermee oneens? Geef feitelijk aan, ik word actiever. En dat zien we hier ook. Die activiteit neemt hier toe. Dus die jongeren zijn eigenlijk actiever geworden op die arbeidsmarkt. Terwijl, als ik kijk naar die 30 tot 45-jarigen, dan zie je eigenlijk dat die groep bijna gehalveerd is. Dus die zijn, ben je meer geneigd om te solliciteren, zegt nog maar 4,8% dat ze het eens zijn met die stelling. En dat was 2 weken geleden nog 8,8%. Dat betekent dat die arbeidsmarktactiviteit, en dat zien we ook in de andere scores, die arbeidsmarktactiviteit van de Nederlandse beroepsbevolking, is aan het dalen. Het aanbod, totale aanbod aan mensen dat beweegt op die arbeidsmarkt, wordt kleiner. En zeker dus in deze middengroep. Die markt is aan het passiever aan het worden. Uitgezonderd die groep onder de 30 jaar. Dan denk je aan studenten, bijbanen, scholieren. Mensen die in flexcontracten zitten. En de groep waar we het eigenlijk altijd over hebben gehad. Ben je aan het recruiten op die 30-plusser, moet je harder aan de bak. Maar we zouden het vandaag ook hebben over die grote groep werklozen die erbij komt. En hoe gaan we die nu straks aan het werk helpen? Maar ik heb een paar cijfers en wil jullie ook graag met mijn mening daarin delen. En cijfers daarin delen. Allereerst een paar belangrijke principes. Dit is een hele interessante. Als jij goed kan zoeken op het internet. Hè, als jij goed overweg kan gaan met de Indeeds, de Monsterboards en de Googles van deze wereld en de LinkedIns en alles en iedereen die ik ben vergeten. Als je dat goed kan, vind jij maar maximaal een derde voor de jouw relevante vacatures. Dat is schokkend om te horen. Dus als je loopbaancoach bent of een recruiter, ik zeg ja, ga maar aan de gang, ga maar zoeken. Dan weten wij, omdat we tooling gebruiken, en daar zal dadelijk Jury ook nog wel iets van zien, dan weten wij hoe groot die groep is en relevante vacatures er zijn. En jij bent zelf maar zonder die hulpmiddelen in staat, als je goed kan zoeken, om een derde te vinden. Dat heeft heel veel te maken met slechte matching, verouderende matching technologie, waar deze jobboards mee te maken hebben. Heeft ook vaak te maken met jouw eigen tunnelvisie, dat je maar eigenlijk heel erg gericht in de woordenzoek die jij kent, en maar heel weinig zicht hebt op al die andere relevante skills en beroepsnamen die je ook zou kunnen gebruiken. En dat geldt dan waarschijnlijk niet voor de arbeidsmarktspecialisten die vandaag in deze sessie zitten, maar gewoon voor de gemiddelde werknemer en de gemiddelde baanzoeker, die is eigenlijk niet bekend met hoe die dynamiek op die actuele arbeidsmarkt werkt. Dus best een zure constatering, maar ook een reële constatering. Dus je moet het goed kunnen vinden om maar een derde te kunnen vinden. Vervolgens is er altijd, en dat zullen we straks ook nu in deze periode ook nog steeds, gigantisch groot aanbod per week van nieuwe vacatures. Die gewoon simpelweg niet ingevuld kunnen worden, omdat de mensen die ze zoeken
de banen niet kunnen vinden, zie punt 1. Maar ook simpel gewerkt, er worden natuurlijk data scientists en Java programmeurs en allerlei mensen gezocht die er niet zijn. Dus hè, er is een kwalitatieve mismatch op die markt. Of er is een arbeidsvoorwaardelijke mismatch. En dat betekent dat de contractvormen die aangeboden worden zijn niet marktconform. Het salaris is niet marktconform. Dus mensen die misschien daarop zouden willen reageren, die zeggen ja, weet je, is niet voor mij. Of ik ga, doe een stap achteruit of maak onvoldoende stap vooruit. Of nou ja, dat zien we ook bijvoorbeeld bij mensen waar de banenafspraken voor gelden. Hè, die vanuit een uitkeringssituatie komen of vanuit een waaijongssituatie komen. Ze ja, de stap die ik nu moet maken om te gaan werken, dan lever ik zelfs in ten opzichte van mijn uitkeringssituatie. Dus daar is daar een arbeidsvoorwaardelijke mismatch. En vervolgens hebben we nog een grote groep die zegt, ja, maar ik ben niet bereid om het werk wat wordt aangeboden, om dat te doen. Ik ga niet in de kassa werken, ik ga geen asperges steken, ik wil dit en kan dit niet, of ik ben niet bereid om langer dan, nou ja, het UWV zegt, je moet 1,5 uur bereid zijn om van deur tot deur te reizen, maar de meeste mensen zijn toch eigenlijk niet bereid om veel langer dan 35 tot 45 minuten te reizen voor hun werk. Dus hier ontstaat eigenlijk frictie op die arbeidsmarkt, terwijl de banen er dus wel zijn. En dat om de sectoraal en beroepsoverstijgende denken te bevorderen, zie je dat we steeds meer aan het sturen zijn op skills. En je hoort ook, of je nou afgelopen zondag Buitenhof naar Sandra Flippen keek, ik hoop dat ik de achternaam goed zei, van de ABN AMRO, of Ton Wildhagen, die daar eigenlijk al jaren over communiceert, dat we veel meer naar skills moeten kijken, niet zozeer naar een beroepsnaam, maar meer dat wat je beheerst. Hè. Als je op die manier gaat zoeken, zou er eigenlijk een breder palet aan banen en sectoren voor je openen. Maar we roepen het, maar de arbeidsmarkt en de zoekmechanismen zijn nog onvoldoende daarop ingericht. Dat staat nog in zijn kinderschoenen. En misschien hetgene wat we echt missen, is de funda van die arbeidsmarkt. Eén plek waar al het vraag en aanbod op de goede manier gepresenteerd wordt. Die is er niet. Ja, dus we hebben Indeed, maar die heeft misschien een derde van de functies. We hebben werk.nl, heeft een kwart van de functies. We hebben LinkedIn, heeft alleen voor hoogopgeleide misschien een kwart van de functies. Facebook heeft, het is overal versnipperd. Sterker nog, we hebben 2500 verschillende jobboards in Nederland. En voor elke 60 actieve zoekers op de Nederlandse markt is er één jobboard actief. En dan denk ik niet alleen aan die 2500 jobboard en initiatiesites, maar ook de 14.000 sites die we hebben in Nederland van uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus. Dus het is een gigantische brei aan plekken waar vacatures te vinden zijn. Leuk dat ik dat vertel, problemen, maar we moeten natuurlijk ook denken in oplossingen. Dat doe ik op deze manier. Hè? En ook mijn collega's gaan daar dan nog iets over zeggen. We hebben bijvoorbeeld gekeken, wat zijn nou de plekken, wat zijn nou de beroepen die schikken voor die 1,5 meter economie. Nou, die kun je ook allemaal nakijken, maar daar zit natuurlijk straks wel de transitie in, de banen in. Nou, niet iedereen kan op directiemanagementfuncties reageren, maar ik zeg uit mijn hoofd dat 74% van de directiemanagement mensen in die rol zeggen, ja, mijn baan is geschikt voor die 1,5 meter economie. Maar het zijn natuurlijk vooral al die andere functies waar we naar zouden moeten kijken. Hè? Marketing is daar prima voor geschikt, ook IT, finance. Maar ook hier, schoonmaak, administratief, P&O. Minder is er voor bijvoorbeeld geschikt bouw, maar ondanks daar nou flink doorgewerkt wordt. Of mensen die in het onderwijs werken. Zeg, ja, zeker als je kinderen hebt of studenten, ja, blijf daar maar eens op 1,5 meter afstand van. Mijn kinderen van 7 en 9 willen eigenlijk niks liever dan de meester en de juffrouw knuffelen. Mag niet. Dus hier kun je al zien, waar kun je naartoe bewegen in die 1,5 meter economie. Te grote figuur om er uitgebreid bij stil te staan, maar kijk er alsjeblieft nog een keer naar. Mijn advies is dan ook, en mijn wens en mijn droom, ik vind eigenlijk dat elke werknemer in Nederland het wettelijke recht zou moeten hebben op een transparante arbeidsmarkt. Dus die funda van de arbeidsmarkt. Eén marktplaats waar vraag en aanbod te vinden zijn en de matchingsalgoritmes die er nu zijn op functiegroepen, ik noem dat even de old school, zouden die goed moeten zijn, maar vooral ook new school moeten zijn, veel meer uitgaan van jouw skills, van een skill paspoort of een vaardigheden paspoort of dat wat daar speelt. Het is absoluut niet nieuw, er werd 15 jaar geleden al over gesproken, deze tijd, ja, die roep zou daar enorm om moeten zijn.
Werknemers zouden allemaal, in mijn optiek, elke werknemer zou ook het recht moeten hebben om minimaal één keer per jaar een loopbaan-APK te krijgen. Sterker nog, de meeste werkgevers, 800 werkgevers, zijn aangesloten bij de AWVN. En die hebben een tooling daarvoor, heet TipTrack, waar alle werknemers gewoon kunnen kijken, waar sta ik op de arbeidsmarkt, hoe moet ik me oriënteren, wie zoekt er naar mij, welke vacatures zijn er, welke alternatieve banen kan ik doen met mijn skills, you name it. Die tooling ligt er, zou eigenlijk bijna net zoals bij het eerste punt het wettelijke recht moeten zijn dat mensen die krijgen. In dit geval doe je dat op eigen initiatief. Maar er zijn natuurlijk ook al werkgevers die nadenken om dat gewoon twee keer per jaar als een soort employability jaaropgave te geven aan hun eigen werknemers. Of te koppelen aan de loonstrook. Dat het gewoon altijd in je loonstrook staat naar je kansen op de arbeidsmarkt en hoe je je kansen kan vergroten en waar je ze kan verzilveren. En een eigen idee, en die pitch ik gewoon vandaag aan jullie. Ik vind, als mensen werkloos worden, zou je ze eigenlijk een bonus moeten geven, al naar gelang hoe snel ze een baan vinden. Dus bij wijze van spreken, je krijgt een WW, dan krijg je, ik zeg uit mijn hoofd, 75% van je laatst verdiende inkomen tot een bepaald maximum. Hè. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, als jij in staat bent om binnen 3 maanden een baan te vinden, krijg jij nog eens van mij één of twee keer extra een bonus als uitkering. Of word je in die maanden aangevuld tot 100 of 110%. De grap is namelijk dat naarmate je, hoe sneller je een baan vindt, hoe sneller je courant gedrag vertoont, hoe sneller je doorstroomt. De mensen die wachten met zoeken en zeggen, ik pak eerst eens even 3 maanden, ik heb toch een transitievergoeding gekregen, et cetera, en pas na 3 of 6 maanden gaan zoeken, die groep zet zichzelf eigenlijk heel snel buitenspel. En ik hoop ook dat steeds vaker mensen trainingen geven in het online zoeken. Tot zover mijn opsomming, wat ik graag met jullie zou willen delen. Ik krijg twee vragen, die wil ik nog even benoemen. Ronald zegt, mogen dit soort graphics door mij worden gedeeld? Jazeker mag dat. Ronald, als je eventjes de bronvermeldingen goed bij neerzet. Hè, de onrecruit, jobdigger, IntelliScope, mag je alles gebruiken, geen enkel punt. En de tweede vraag is van Carine. Volgens mij, Carine, zien we jou bijna wekelijks. Dat is helemaal tof. En jij zegt, is dit niet het plan waar loopbaanwinkels, waarover nu gesproken wordt? Hé, dat zou heel tof zijn. Wist ik niet. Stuur me dat alsjeblieft toe. Want dat lijkt me buitengewoon interessant om er meer over te lezen. Want ik denk dat werkt. Dat is ontegenzeggelijk het geval. Ik hoor al wat geluid. Joeri, jij bent er klaar voor volgens mij. Ik ga jou de sheets geven. En de floor is yours. Klopt, helemaal goed. Nou, veel interessante punten inderdaad. Ik ben het er ook wel mee eens. Ja, hoe sneller je inderdaad weer een baan vindt, hoe makkelijker het natuurlijk weer is om die arbeidsmarkt te betreden. Dus dat zou zeker beloond moeten worden. Ik denk dat het een heel goed initiatief zou zijn. Veel dingen om op in te haken. Kan niet allemaal. Een Funda-idee over de arbeidsmarkt is natuurlijk ook een heel goed initiatief om inderdaad het totaaloverzicht te hebben. Want we willen hier gaan kijken, hoe help je nou inderdaad die werklozen naar een nieuwe baan toe? En dat is de taak van de bemiddelaars onder ons, van de bedrijven, van loopbaanbegeleiders. Al die takken hebben die verantwoordelijkheid. En het is eigenlijk de verantwoordelijkheid door de vraag naar arbeid en het aanbod van personeel om dat samen te brengen. Daarvoor moet je inderdaad wel inzicht hebben in allebei de kanten van de arbeidsmarkt. Bij JobDigger hebben wij één kant van de arbeidsmarkt aardig goed in beeld. En dat is de vraagkant, de vraag naar personeel. Dus welke bedrijven, welke bemiddelaars, welke uitzendbureaus hebben nu die vraag uitstaan naar personeel? Ik wil even beginnen met een aantal koppen over de weken heen in het nieuws gezien. We zien supermarkten, dat die natuurlijk heel goed draaien. Heel veel nieuwe mensen in dienst nemen voor de bezorgdiensten. Distributiecentra hebben we het natuurlijk over gehad. Dus ik ga er snel doorheen. Had Geert-Jan het net even over die skills. Dat het steeds belangrijker wordt. Dat zie je nu ook bij het kabinet terug. Zij willen dat die noodsteun koppelen aan omscholing. Dus zo'n persoon die nu zijn baan verliest. Waar zou die dan wel voor kunnen worden ingezet? En aan de hand van omscholing. Hoe zou die dan weer de arbeidsmarkt kunnen betreden?
Nou, we hebben natuurlijk ook gezien, ja, die aspergestekers hebben we het een aantal keer over gehad. Enorm tekort aan personeel, sowieso in de tuinbouw en dergelijke. Bezorging, ook heel veel vraag. Heel veel vraag naar bezorgers, postbezorgers, pakketbezorgers, pakketsorteerders. Die hele keten eigenlijk, wat met bezorging en pakketten te maken heeft. Daar is gewoon een enorme vraag naar op dit moment. En het onderwijs natuurlijk, hebben we het ook al afgelopen weken over gehad. Het is natuurlijk ook, sowieso het lerarentekort is al jarenlang een beetje een probleem. En dit is ook de tijd van werven natuurlijk. Maar dat, ja, dat wil wel zeggen dat gewoon die vraag naar de arbeid er op dit moment gewoon is. Ook zeker binnen deze sector, binnen het onderwijs. Dat vond ik trouwens ook wel leuk om te zien. Je liet net zien, Geert-Jan, welke banen het makkelijkst met die 1,5 meter regel om zouden kunnen gaan. En nou, dan is het natuurlijk heel goed nieuws dat binnen het onderwijs, waarbij dat natuurlijk relatief lastig is, dat die al wel weer de dingen langzaam op gang zetten. Dus dat het inderdaad weer langzaam op gang komt binnen het onderwijs. Goed, als we even kijken naar de afgelopen 10 weken. We zitten nu inderdaad volgens mij in week 9 sinds de intelligente lockdown. Dus de cijfers van de afgelopen 10 weken geven wel een aardig beeld van nou ja, wat er nu speelt als we kijken naar de vraagkant van de arbeidsmarkt. Dan heb ik het onderverdeeld. Ik ga eerst even kijken waar de vraag het grootst is. Ik heb dit vanmorgen nog gemeten. Je ziet dat het is 14 mei, dat is vandaag. En we zien dat meer dan de helft van de vraag naar arbeid toch naar mbo-functies is. Gevolgd door hbo is ongeveer 1/3 van de taart. En dan vmbo en wo. En ik heb nog een stukje weggelaten, dat is eigenlijk overig. Dus zo ziet het er ongeveer uit. De vraag van de afgelopen 10 weken. Dus voornamelijk mbo, gevolgd door hbo, vmbo, wo volgen daarop. Die verdeling is eigenlijk bijna altijd wel zo, maar je ziet dat het af en toe een beetje fluctueert. Als we nou kijken wat nou de meest gevraagde functies zijn op dit moment, van de afgelopen 10 weken, binnen de mbo'ers. Over heel Nederland. Dan zien we de verzorgende IG, die zien we vaak terugkomen. Verpleegkundigen, idem dito. Maar ook monteurs. Monteurs, gevolgd door operators en werkvoorbereiders. Dus dit zijn op dit moment de meest gevraagde functies als je het hebt over mbo'ers, mbo-opgeleide mensen. Nou, als we kijken naar hoe zit het nou binnen de hbo'ers, dus, dan heb je de accountmanagers. Daar heb ik het vorige week ook over gehad. Er wordt veel naar gevraagd de laatste tijd. Kunnen volgens mij ook aardig goed overweg met die 1,5 meter maatschappij. Hoe lang dat nog blijft, laten we hopen niet al te lang natuurlijk. Maar die kunnen daar goed mee overweg. Assistent accountant ook. Projectleiders. Projectleider is natuurlijk nog wel een vrij breed begrip. Maar dit is een veelgevraagde functie op dit moment. Gevolgd door leerkracht. Natuurlijk hebben we het vorige week ook over gehad. Daar ben ik niet te lang bij stilstaan. En projectmanager. Projectleider, projectmanager, dat is natuurlijk wel een beetje in hetzelfde straatje, hoewel het wel hele brede functies zijn. Dus in veel verschillende branches kunnen deze mensen worden ingezet. Als we kijken naar de vmbo'ers, dan zien we dat heel veel magazijnmedewerkers worden gevraagd, gevolgd door timmermannen. Op nummer 3 heb je de productiemedewerkers, 4 chauffeurs en 5 ook ja, chauffeurs, maar vrachtwagenchauffeurs. Dus ik vond zelf de timmermannen wel opvallend dat die hier tussen stond binnen dit lijstje. Magazijnmedewerker, productiemedewerker, die zie je wel heel vaak terug als veelgevraagde functie over het hele jaar door. Nou, dan hebben we als laatste de meest gevraagde functies als we kijken naar WO-opgeleiden. Dan hebben we op nummer 1 de psychologen. Op nummer 2 hebben we tandartsen, gevolgd door psychiaters. En op nummer 4 is de specialist ouderengeneeskunde. Op nummer 5 is de arts, zijn de artsen. Dus nou, stel je bent hoger opgeleide, WO opgeleide, dan zijn dit de meest gevraagde functies waar je naartoe zou kunnen wijken.
dan zal je wel zien dat bij WO-opgeleide functies dat de omscholing wat moeizamer gaat natuurlijk als je ten opzichte van de BMBO en de MBO functietitels beroepen. Goed, dan wil ik nog even wat inzicht geven aan de hand van ons dashboard. En dat doe ik op deze manier. Dus dan wil ik even een aantal cijfers laten zien. Als we echt gewoon kijken naar de afgelopen 10 weken. Hoeveel er wordt gevraagd? Op dit moment moet ik wel even iets centraals pakken. Laten we even Utrecht pakken met een hele grote straal. Zodat we gewoon heel Nederland te pakken hebben. Oftewel, hoeveel vraag is nou in de afgelopen 10 weken uitgezet? Nou, dan zien we bijna 260.000 vacatures. Dit zijn allemaal unieke vacatures. Dit is zowel bij directe werkgevers als bij bemiddelaars. Dus dit is echt een totaalplaatje. Maar goed, nou, we zitten nog niet op 200.000 werklozen volgens mij. Maar de vraag is er dus wel. Het is natuurlijk wel echt het afstemmen van vraag en aanbod. Natuurlijk, de vraagkant is opgesplitst. Je hebt honderden jobboards, werken bij websites. Je hebt LinkedIn, Facebook, inderdaad alles waar Geert-Jan het over had. Dus ja, het totaaloverzicht heb je hier wel. Maar dat is niet bereikbaar voor de werkzoekenden natuurlijk. Dus het is natuurlijk wel het vinden en aanbieden van het werk. Maar dat is de taak aan veel van jullie, de arbeidsdeskundigen, de bemiddelaars uit zijn bureaus. Maar goed, die vraag die is er dus wel. Als we even gaan kijken naar alleen de directe werkgevers, hoe groot is die vraag dan? Dan zien we dat er alsnog ruim 81.000 vacatures, unieke vacatures, allemaal ondubbeld zijn gevonden over de afgelopen 10 weken. Dus dit zijn unieke vacatures geplaatst door directe werkgevers. En als we dat dan even af gaan stemmen, nou, waar is de vraag dan het grootst? Hier hebben we wel eerder naar gekeken. En dan zie je inderdaad verkoopmedewerker, verpleegkundige, verzorgende IG. Dit is natuurlijk wel over heel Nederland. We zouden ook nog kunnen kijken, goed, waar is die vraag op dit moment het grootst? Misschien is het wel gewoon de tijd dat we een beetje een middenweg moeten zoeken. Aan de ene kant kunnen we natuurlijk veel meer op afstand werken, online, vanuit huis. Aan de andere kant, misschien moeten we als werkzoekende wel iets meer bereid zijn om te reizen. Om toch die job die goed bij mij past, om daarvoor aan de slag te gaan. Dus het is, ik denk dat we inderdaad een beetje naar zo'n toestand toe gaan. Als we even op de heatmap kijken waar die vraag nou het grootst is. Heeft het niet echt verrassingen natuurlijk. Je ziet de Randstad, maar de Randstad is altijd de vraag het grootst. Je kunt natuurlijk wel echt gaan inzoomen totdat je echt bij de unieke cijfertjes komt. En zo zie je, nou ja, misschien is er wel bij mij om de hoek wel een bakker of iets dergelijks die op dit moment zoekt naar een werknemer. Goed, op deze manier zou je dat natuurlijk zo kunnen inzien. Dan zoom je lekker in en dan zie je, kijk, bij mij om de hoek is er iemand op zoek naar een dirigent. Nou goed, dat is wel heel specifiek natuurlijk. Oh, heb ik er ongeluk op geklikt. Hoe klik ik dit nou weer weg? Goed, dit is even ter illustratie natuurlijk. Ik heb het al gehad over de cijfers, de meest gevraagde functietitels naar opleidingsniveau. Als we gaan kijken naar dienstverband, dat is misschien ook wel een interessante. Dan zien we dat, sowieso wordt het heel vaak niet vermeld in de vacature teksten. Dus dan vinden wij dat ook niet. Maar van de vacatures waarin we een dienstverband vinden, dan zien we dat het voornamelijk toch al vast is. Ruim 15.000 ten opzichte van 7.500 tijdelijk. En dat de bijbaan en de zzp'ers ongeveer een tiende is van het aantal vasten wat dienstverband wat wordt gevraagd. Als we kijken naar fulltime versus parttime, dan zien we dat het om het even is. Het is echt een beetje 50-50. Dus wat dat er gaat, parttime, fulltime, alles wordt gevraagd in balans. Als we kijken naar werkervaringsniveau, dan zien we dat het ook heel vaak niet wordt vermeld in een vacature tekst. Maar waarin het wordt vermeld, qua verhouding, zien we dat de grootste vraag is een beetje naar die starter 1 tot 3 jaar werkervaring. Want daar is echt de meeste vraag naar.
Dat heeft ook natuurlijk wel een verklaring dat vacatures met meer dan 10 jaar werkervaring worden, komen gewoon weinig online, omdat die heel vaak intern worden gevuld. Dus via via of binnen de organisatie krijg je nog promotie. Dus die vacatures voor de met meer dan 10 jaar werkervaring komen vaak niet online. Dus dat is wel een beetje een kanttekening wat hierbij geplaatst moet worden. Als we nog even kijken, wat zijn nou de werkgevers die de grootste vragen hebben uitstaan? Oftewel, je bent echt op zoek naar een baan. Waar kan ik dan best terecht? Dan zie je Albert Heijn, PostNL, Belastingdienst, ABN AMRO, Farnesia, Engie Energie. Dit zijn bedrijven die op dit moment echt staan te springen om personeel. Dus je wil gewoon nu aan de slag, je wil nu lekker weer aan de slag, lekker weer werken. Misschien is het niet helemaal wat je voordien hebt gedaan, maar dan zijn dit partijen waar je goed aan kan kloppen. Tot zover wat inzicht van mijn kant. Ik hoop dat dit in ieder geval weer even enigszins kan helpen. Ik wil graag het woord geven aan Dirk. Ja, ben je er klaar voor, Dirk? Ik ben er klaar voor. Kijk, ik neem je het scherm zelf over. Of, als je me kan geven, graag. Ja, dat is een beetje gedoe. Yes. Ja, volgens mij heb ik nu jouw stokje. Top. Even kijken, is mijn scherm te zien? Ja, volgens mij wel. Dan even kijken, haal ik. Ik doe dat even zo. Dus vanuit Ondergoed weer wederom arbeidsmarkt update vanuit de kandidaatkant. Dus wat we hebben gezien de afgelopen week, dus week 19. En aangezien het volgende week hemelvaartsdag is, hebben we nog tot en met gisteren de data erbij kunnen halen om ook even te laten zien wat er gebeurt deze week. Vervolgens ga ik ook vertellen wat meer over de trends die we zien wat betreft welke kanalen kandidaten gebruiken om nou echt weer in contact te komen met de werkgevers en de bemiddelaars. Ook weer als tip naar jullie toe van hey, waar kan je nou zitten? Waar zitten mijn kandidaten? Zo. Dus als je kijkt weer naar de informatie, dus op het moment dat je iedere week kijkt, dan zul je zien dat er op een vlak niet zo heel veel veranderd is. Dus we zien nog steeds dat lichtgroen zijn de, zeg maar, op de linkerhand zie je de staafdiagrammen met in lichtgroen de aantal unieke bezoekers pre-corona, of pre-lockdown moet ik zeggen. En donkergroen tijdens lockdown, waarbij je ziet dat er een enorme klap is geweest week 15 qua aantal bezoekers. Maar dat de conversieratio's de pan uit zijn gestegen. Het is interessant dat ik nog de data van deze week heb gepakt. Want eigenlijk als wij keken naar de data van week 19, zagen we eigenlijk een stagnatie. Dus een soort van alsof we de piek hebben bereikt qua conversieratio. Daar liepen de bezoekersaantallen iets wat terug. Daar liepen de conversieratio's iets wat terug. Dus we dachten van, hey, misschien zakt dat dan weer in. Maar tegendeel is waar, want de eerste 3 dagen van week 20 eigenlijk, zie je weer enorme stijgingen in de conversieratio. Zien we ook een stijging in het aantal bezoekers, daar kom ik zo meteen op terug. Dus dat betekent eigenlijk dat we waarschijnlijk weer hoger gaan uitkomen dan de afgelopen weken. En als je dan kijkt naar de sollicitanten, dus wat we, dat zie je dus aan de rechterkant, dan zie je zo dus kijk, dus de aantallen sollicitanten ook flink gestegen is, waarbij het vorige week dus iets wat leek alsof de piek geweest was, maar waar het deze week weer hard op weg is om aan te stormen, omdat zowel de bezoekersaantallen stijgen en het conversieratio's niet verder teruglopen. Dus interessant om te kijken, helemaal over 2 weken, van hey, wat gebeurt er nou bij de arbeidsmarkt? Zijn de kandidatenkant, is dat in ieder geval weer in beweging? Als ik met sommige van onze klanten praat, hoor ik ook wel dat aan de kandidaatkant heel veel gebeurt. Maar goed, de uitdaging ligt er natuurlijk aan de andere kant van de hiring managers. Welke vacatures zijn er open en waar kan ik die kandidaten aan koppelen? Even kijken of er in de tussentijd al wat vragen zijn. Volgens mij niet. Dan ga ik even verder. Dus als je wat ook een. Dus, een, dit is een, in opzicht een, zeg maar de aantallen bezoekers per dag sinds 23 maart, dus tijdens de lockdown, waarbij donkergroen de maandagen zijn. En dan zie je dus dat
Eind maart ongeveer 18.000, 17.500 bezoekers op maandagen hadden. Dat dat iets wat inzakt naar 11.000, 15.000, 11.000, 15.000. En we hebben natuurlijk dingen gehad zoals Tweede Paasdag, Koningsdag. Maar we zien eigenlijk weer dat de afgelopen maanden weer een enorme piek is geweest in het aantal bezoekers. Waar weer het eigenlijk aan terugkrabbelen is qua volume. En dat ook de dinsdagen en de woensdag redelijke dagen zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende tijd. En je ziet dan ook dat de conversieratio's afgelopen maandag en dinsdagen weer aan het opkrabbelen zijn. Dus kandidaten zijn weer in beweging en zijn ook actief hun gegevens achterlaten op vacatures. Nog wat dingen die opvielen als je kijkt naar zeg maar de week over week statistiek, is dat ook de time on site flink hoger is geweest. Dat betekent eigenlijk dat de kandidaten die deze week op de site zitten, langer en meer tijd investeren in de desbetreffende werkgever of werken bij site. Dus echt ook weer een research op die manier doen. Dirk? Ja? Dirk, we krijgen een vraag van Ronald. Ja, je zag hem misschien niet. Die wilde even weten, bezoekers van wat? Dus of jij even de bezoekers die jullie meten, of die nog even zou willen definiëren. Tuurlijk. Zo, dus we hebben, zeg maar, een 40-tal klanten. Waarbij we de werken bijstarts doormeten. Dus de bezoekers van zijn bemiddelaars, directe werkgevers. En verschillende regio's, verschillende industrieën. Dus we zitten zowel in techniek, retail, finance. Dus ik denk dat we best wel een representatieve dwarsdoorsnede hebben van de vacatures die er zijn. En wat we dus eigenlijk meten is, wat zien wij op de website van onze klanten gebeuren wat betreft bezoekersaantallen. En wat is het gedrag van die bezoekers, dus kandidaten. Dus we zien, als je kijkt naar de werken buiten van onze klanten, is dat normaal gesproken januari is piekseizoen wat betreft aantal kandidaten. En dat zie je dus in de coronatijd flink wat afnemen. Bedankt Ronald. Ik denk dat volgens mij normaal gesproken ga ik er altijd wel doorheen. Maar goed om misschien wel scherp te houden om dat nog één keer goed te definiëren. Dus als ik het inderdaad heb over conversieratio's, heb ik het ook inderdaad over in hoeverre solliciteren kandidaten op de sites van onze klanten. Als ik het heb over time on site, inderdaad hoeveel seconden investeren kandidaten per bezoek gemiddeld in de sites van onze klanten. Nou, hoe krijg je nou je kandidaten in je recruitmentproces? Dus hoe ga je alles weer mobiliseren? Dus je ziet dat het een enorme, dat het misschien wellicht wel weer een groter zoekvolume is. Je ziet ook dat de kandidaten eerder geneigd zijn te gaan solliciteren. Dus wat zijn tips, tricks die je kunt meenemen om ervoor te zorgen dat ze bij jou terechtkomen? Dus zoals wij het zien, er zijn drie manieren waarop je je kandidaten je recruitmentproces in kunt krijgen. Dus je kan het via de website. Het zijn sollicitaties eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Dus die kan je kandidaten in verlijn brengen met online marketing, recruitment marketing, job marketing. Kan Facebook zijn, socials, whatsoever. Dat betekent gewoon dat kandidaten komen naar je website en vervolgens solliciteren. Je kan de cv-database gebruiken, waar Geert-Jan net ook over had. Waar niet alles te vinden is, maar dat je wellicht binnen jouw functiegroep of segment of wat dan ook, weet hoe je die 30% kunt vinden. En je kunt je eigen database, dus de kandidaten die al in je bestand zitten, waar je al bloed, zweet en tranen hebt gestopt, heractiveren. En dat laatste is ook iets wat we steeds beter zien werken tijdens corona. Even kijken voordat ik. Yes. Als je het hebt over de acquisitie van kandidaten via je website, zijn er wat ons betreft ongeveer vier opties wat je kunt doen. Je kunt job marketing doen. En wat wij zien is, als je kijkt naar bijvoorbeeld voor sommige klanten beheren we ook media budgetten. En daar investeren we ook mediacampagnes voor. En wij zien dat de media budgetten volgens mij, even aan mijn hoofd, volgens mij 60%, 70% zijn gedaald. Over de hele linie. Als wij contact hebben met Indeed of JobRapid of andere baanzoekmachines, horen we vergelijkbare verhalen. Wat er eigenlijk toe leidt, het is namelijk een open bieding, is dat er misschien wel iets minder kandidaat zijn, laten we zeggen 30% minder, maar er 70% minder budget tegenaan wordt gegooid. Wat resulteert in dat je met minder budget eigenlijk net zoveel kunt bereiken als wat je voorheen kan bereiken. En dat
ligt natuurlijk ook wel weer aan welke doelgroep je in actief bent. Maar over het algemeen zie je dat, je eigenlijk meer waar voor je euro krijgt deze maanden. Mits je natuurlijk de middelen hebt in de vacatures om op de desbetreffende vacaturebanken te staan. Dus CPC is dit moment heel erg laag. Dus de kost per klik, dus de kosten die je ervoor over moet hebben om een kandidaat vanuit een Indeed of een JobRapio naar je website te trekken. En de conversieraten zijn hoog. Dus dat zou in opzicht voor je kosten per cv extreem gunstig moeten zijn. Vervolgens het tweede wat je kunt doen, waar je op kan focussen, is de website zelf. Dus we zien steeds meer dat, in ieder geval binnen onze klanten, maar ook in het algemeen, duidelijk wordt gemaakt van hoe er omgegaan wordt met de huidige situatie wat betreft het aannameproces. Ik zag toevallig deze week dat Coolblue ook het hele, zeg maar, heeft normaal gesproken processtappen van wat je gaat doen, dat ze dat ook al geüpdate hebben naar online call, case, dan nog een online call. Dus je ziet dat we zien binnen onze klanten, de klanten die goed kenbaar maken hoe hun recruitmentproces eruit zien, daar ook een betere conversieratus voor terugkrijgen. Om de kandidaten het vertrouwen van, hey, als ik hier solliciteer, gebeurt er ook echt iets mee. Nou, de volgende optie waar je op kunt richten is socials. En dat kan zowel zeg maar gratis door vacatures te delen, updates te delen of wat dan ook. Maar dat kan natuurlijk ook betaald door het adverteren. En natuurlijk, mensen zitten vaker thuis en we zien dus dat de socials steeds belangrijker worden om in contact te komen met de kandidaten en zowel latent als actief werkzoekenden. En dan tot slot display. Dus dat betekent eigenlijk dat je banners gaat tonen. Ook dat zien wij de laatste tijd heel goed werken. Wat eigenlijk voor resulteert is op het moment dat je de site van jouw website, jouw werkerbijsite bezoekt, je niet solliciteert, dat je dan een banner te zien krijgt van, hey, vergeet niet te solliciteren, deze vacature ligt er op je op te wachten. Dus we zien dat soort triggers, en met name dus ja, vanuit jobmarketing, de kostefficiënt gezegd, is het nu extreem rendabel. Anderzijds, misschien lopen er minder trajecten en is het nu juist het moment om je websites naar een hoger plan te trekken. De social kanalen zien we dat kandidaten steeds meer op zitten, ze zitten steeds meer thuis. En display om dan uiteindelijk die kandidaten te verleiden om daadwerkelijk te gaan solliciteren als ze dat nog niet gedaan hebben. Check even wat of de vragen zijn. Nou, vervolgens, als we hebben vergeleken van wat zien we nou gebeuren qua het gedrag van kandidaten. Wat is nou het belangrijkste verkeer? En dat is direct verkeer. Nou, wat is dat? Dat zijn, zoals wij dat zien, kandidaten die direct naar de werkenbijsite gaan. Dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar dit voorbeeld, direct naar werkenvoornederland.nl. Of dat ze werken voor Nederland in Google intypen. Dus op het moment dat jij je browser hebt, je typt daar bijvoorbeeld werker bij de overheid in. Ja, soms kom je aan Google terecht, kom je uiteindelijk alsnog terecht. Maar we zien dat steeds meer, dat Google daarin, een groot gedeelte van Google daarin geschaad kan worden. En wat we zien pre-corona, dat ongeveer 35% van het totale aantal bezoekers vanuit direct verkeer komt. Waarbij ze gemiddeld die bezoekers 1,5 minuut investeerden in de website, waar de conversieratio gemiddeld 3% was. Waar dat gestegen is, en als ik puur kijk naar de afgelopen 2 weken, naar 2 minuten time on site, conversieratio wat verdubbeld is, en volgens mij zelfs iets meer. En waar de helft van het verkeer komt van kandidaten die al in contact zijn geweest met jullie, dus of met de desbetreffende werkenbijsite, dus die echt direct naar die werker voor Nederland gaan in dit geval, of direct in Google dat intikken en naartoe gaan. Dus dat is interessant te zien, dat kandidaten ook echt terugkomen en bereid zijn om te kijken van, hey, wat is er open, hoe gaan ze om met het recruitmentproces en welke opportunities liggen er voor mij klaar. Check even of er vragen zijn, nog steeds niet. Vervolgens, als je kijkt naar wat zijn nou de overige kanalen die het goed doen, ja, dan zijn dat misschien wel de usual suspects, dus op 1 Indeed. Spreekt voor zich. En dan heb ik het eigenlijk alleen niet over de cv-database gehad, maar dat kandidaten vanuit Indeed op je werkenbijsite terechtkomen en dan vervolgens solliciteren. Dan is dat op 2 Facebook, en dat is denk ik wel een verrassing voor sommigen in plaats van LinkedIn, dat steeds meer kandidaten toch via het Facebook-netwerk contact komen met de desbetreffende werkgever. En vervolgens LinkedIn. En dat is natuurlijk ligt aan het segment. We werken bijvoorbeeld ook voor retailers, en daar is LinkedIn misschien een minder goed kanaal voor, maar dit zijn in ieder geval de top 3 kanalen waarvan wij kandidaten zien, waar ook conversies uitkomen. Dirk,
Ja. Zien jullie ook dat via bijvoorbeeld werk.nl komen? Of, want ik kan me voorstellen, hè, er zit natuurlijk duidelijk verschil in per doelgroep. Jongeren misschien wat meer Facebook, hogeropgeleide LinkedIn. Hè. Ik bedoel, Indeed is denk ik van alle soorten en maten. Maar zie jij ook bijvoorbeeld dingen door? Meten jullie ook bijvoorbeeld een werk.nl door of een niche site? Dus grappig genoeg van werken.nl is in opzicht een niche site. Maar we zien steeds, zeg maar, laten we zeggen, de werkgevers, en probeer niet heel onherbiedig te zijn, die hoogwaardige vacatures hebben, laat ik het zo zeggen, of profielen zoeken, die zijn verbaasd door de kwaliteit die er soms vanuit werk.nl toch doorcijpelt in hun ATS. Die ze toch nog op interview willen uitnodigen, et cetera. Dus ik heb toevallig de laatste anderhalve week wat wenkbrauwen zien van, ik had in één keer een hele goede kandidaat via werk.nl. Dus de volumes zijn misschien niet zo hoog, maar er zijn wel degelijk kandidaten die dat gebruiken. Ja, dat laatste kan ik je ook wel bevestigen. En natuurlijk nu de hoeveelheid werklozen gaat stijgen, puur om een aanmerking te komen voor een uitkering, moet je een profiel aanmaken op werk.nl. En in de vorige crisis zaten er heel veel slimme gewoon headhunters, detacheerders, die gewoon eigenlijk elke dag gewoon strak op werk.nl zaten, omdat er allemaal goudhaantjes hun cv aan het uploaden waren. Die waren ook binnen 24 uur weg, ja. Omdat iedereen daarop zat. Dus ik denk het in alle tijden, zeker als er daar 100.000 mensen bij komen op de arbeidsmarkt. En dus zich moeten aanmelden op werk.nl. Ik denk niet dat je je de luxe kan veroorloven als jij gewoon een goed bureau bent om zo'n kanaal te negeren. Even los van de functionaliteit van werk.nl en wat we daar allemaal over kunnen vinden. Dit is een hele interessante database om mee te nemen. Je zult maar, van mijn part, ik zou het niet erg vinden als werkgever als ik 3, 4, 5 slechte cv's krijg om vervolgens de 7e te hebben om precies de kandidaat te vinden die ik zoek. Hè? Dus maar goed, dat is een eigen afweging. Ja, deze kandidaat waar ik het zelfs over had, dat was niet eens via de cv-database, dat was echt instroom vanuit de, zeg maar, volgens mij gebruik ze TextCurl, ik weet niet 100% zeker, maar waar alle vacatures, dat je vanuit werk.nl naar werkenbijstarts terecht kunt komen. Dus interessant inderdaad, Geert-Jan, goede toevoeging. Nou, dus ik had dit voorbeeld ook al een paar weken geleden laten zien, maar nogmaals voor de mensen die nieuw zijn, om aan te tonen dat een voorbeeld kennen Journey, maar we zien er wel meerdere waarbij job alerts eigenlijk goed werken, is dat bijvoorbeeld de 9 van februari kandidaat of desbetreffende werkenbijstarts terechtkomt via Google. Die kandidaat updates zijn mijn profielpagina, zodat die eigenlijk in werking wordt gezet om makkelijk te reageren op vacatures. Hele tijd niks van die kandidaat gehoord. 1 april, dus dat is tijdens de lockdown, komt die kandidaat een vacature tegen via Indeed. En die gaat andere vacatures bekijken binnen die desbetreffende werkgever. 22 april krijgt de kandidaat een job alert, waar die kandidaat direct naartoe gaat naar de site en direct solliciteert. En dat gebeurt binnen een paar minuten. Daar is het profiel aanmaken erg van pas gekomen. En uiteindelijk in het sollicitatieproces, dus 28 april, downloadt de kandidaat wat PDF is met hoe kan ik mijn cv beter maken. Dus dit zijn hele interessante, laat zeggen, kende journeys of kandidaatreizen die we de laatste tijd zien. Die echt aan toe bijdragen om laten zien dat die job alerts werken. En dat zien we ook doen. En daar kom ik zo meteen nog even op terug met een paar handvatten die je kunt gebruiken om wat meer nieuwsbrief en e-mail marketing te gaan doen binnen je database. Dus wat kun je daarmee doen? Wat zijn de 4 zaken die je kunt delen met je doelgroep, of met je kandidaat in bestand? 4 dingen waar je mee kan doen is heel simpel. Vacatures, gewoon job alerts. Welke vacatures zijn er nu open of welke vacatures gaan er binnenkort open? Een hele interessante die je kunt doen is ook verjaardagsmails instellen. Dus veel van die e-mail marketingprogramma's aan een Mailchimp. Dan kan je automatiseren dat iemand met zijn verjaardag een e-mail krijgt. En dit is een hele laagdrempelige manier om minimaal 1 keer per jaar een contactmoment met een kandidaat te hebben. Derde is de situatie die er nu is. Hoe ziet de situatie er op dit moment uit wat betreft werving? Werven jullie nog wel? Werven jullie nog niet? Wanneer gaan jullie weer werven? Dus dit is een hele belangrijke voor kandidaten om de zekerheid te hebben om uiteindelijk te gaan solliciteren. En vervolgens,
de markt? Wat merk je als werkgever of bemiddelaar nou in de markt? Wat zijn nou interessante insights die je wilt delen? Dus we merken steeds vaker, en dat horen we ook terug vanuit met name de bemiddelaars waarmee we samenwerken, dat kandidaten hun bellen met, joh, wat zien jullie nou in de markt? Wat is nou een slimme zet voor mij? En waar je eigenlijk als bemiddelaar weer de stap kan laten zien van, kijk, ik ben een kwalitatieve bemiddelaar, ik kan je echt vooruit helpen. Dus door ook proactief dat soort content te delen, kun je ook voor zorgen dat je huidige database meer met jou in aanraking komt en wellicht het recruitmentproces met je ingaat. Wat kan je doen? Investeer in je database, zet e-mail marketing op, gebruik je socials, maar blijf ook vooral investeren in exposure. Dat is het van onderzoekszijde. Eens even kijken of er in de tussentijd vragen zijn gekomen. Ja, één opmerking, daar heb ik op geantwoord. Over die, vond ik een goede opmerking. Je hoeft niet per se werkzoekend te zijn, dan wel in de uitkering aan te vragen om gebruik te maken van werk.nl. Dus iedereen kan daar natuurlijk gebruik van maken. Dus dat is een heel terecht punt. De indruk die je. Het is verplicht voor mensen die de WW aanvragen, maar iedereen kan er gebruik van maken. Dus zeker een aanrader. Ja. Even kijken. Ik zie hier ook nog één komen. Gert-Jan, ik ben benieuwd welk effect het heeft op jouw percentage van vacatures bij bureaus en directe werkgevers. Als je de meest gevraagde vacatures eruit zou halen, verpleegkundigen en leerkrachten. Ja, over 2 weken haal ik. We hebben nu eigenlijk helemaal geen enkele seizoenscorrecties gedaan. Hè. Leerkracht is echt een seizoenscorrectie. Hebben we wel een paar weken geleden gedaan. Toen zag je dat er eigenlijk weinig effect had. Maar ik denk inderdaad, als je even stel dat je de vitale beroepen eruit zou halen, wat een leerkracht en een verpleegkundige is, of juist deze groepen eruit, wat de markt dan doet. Mijn vermoeden is natuurlijk dat hij nog een tik naar beneden krijgt. Daar hadden we geen onderzoek voor hoeven doen. Maar ik neem hem mee voor over 14 dagen om wat verdieping te krijgen. Maar ook om een vergelijk te maken met vorig jaar. Want het seizoenseffect moeten we denk ik met name als het gaat om leerkrachten er wel uithalen. Goeie vraag was dat. Ja, er is nog één vraag boven, Geert-Jan, over... Wat verwachten jullie met betrekking tot ontwikkeling werkloosheid, cijfers UWV en zo enzovoorts niet actueel? Zag afgelopen week veel opdrachten, banen voor recruiters, dus verwachting van werk, puntje, puntje, puntje. Wellicht dat jij daar een betere kijk op hebt? Ja, ik had hem eigenlijk al gemaakt, maar ik dacht letterlijk vanochtend dat de cijfers van... ik zat gewoon een week verkeerd in mijn gedachten met de cijfers van... CBS en UWV, ik ga dan bij deze niet, ik ga het wel zeggen, maar ik heb het dus niet in de figuren gedaan. Ik verwacht een percentage werkloosheidsstijging van 25%. Dat betekent dat je dat je ongeveer richting de 300, tussen 350 en 375.000 werklozen zal gaan. Dat betekent een werkloosheidspercentage volgens mij van 3,7%, iets in die geest. En dat ligt dan echt in lijn met de cijfers die we ook vanuit Digger zien. En de cijfers vanuit de ABU. Want de ABU laat min 25% zien. Digger laat min 24% zien. Digger laat min 25% zien. De consumentenvertrouwen maakt ook die knik. Nou ja, dan pak je 25% van 2,7% werkloosheid. Doe je keer 1,25, nou, dan zit je op 3,6. En daar hoort dus ongeveer ergens tussen 350 en 375.000 werklozen bij. Ik zou ook als het gaat om uitkeringen, die zou ik iets meer doen dan 25%. En dat is dan tot en met de cijfers tot en met half april die gepubliceerd worden. Ik schat in de werkelijke werkloosheid die we in mei gaan zien, die we helaas pas de cijfers van in de tweede helft van juni zullen zien. Ja, dat die nog wel een keer een tik gaat, nog wel een keer een tik gaat krijgen. Dus er komen... Vannacht om 12 uur, nee, excuus, volgende week zal het om 12 uur zijn, komen die cijfers naar buiten. Ja, ik denk dat het even slikken wordt met elkaar. Maar ernst is eigenlijk dat die cijfers op het moment dat ze uitkomen, eigenlijk al 6-7 weken, ja, van een 6-7 weken situatie zijn in het verleden, terwijl we wel met een huidige realiteit te maken hebben. En ik hoop dat dat de komende weken echt wel gaat worden opgelost, want zowel het CBS...
doet nu op dit moment as we speak onderzoek naar de cijfers van mei. Dus ze zouden daar ook voorlopige publicaties over kunnen geven in mijn optiek. En het UWV weet eigenlijk op dagbasis wat de uitkeringverstrekkingen zijn. En ik denk dat dat de meest accurate cijfers zijn die we met z'n allen nu nodig hebben. Met name om mensen snel naar werk te helpen. Dus ik ben een groot voorstander van het feit dat deze partijen, ook gezien de marktomstandigheden, van hun huidige ritme afstappen en proberen zo snel mogelijk, zo accuraat mogelijke data naar de markt te brengen. En informeel weet ik ook wel dat het ook hun wens is. Maar ja, dat moet nog wel georganiseerd worden natuurlijk. Hè. Dus makkelijker vanuit deze hoek gezegd dan feitelijk gerealiseerd. En dat zeg ik dan ook dat zeg ik dan ook met respect voor deze clubs. Heel erg veel respect zelfs. Ja. Ja. Nou, volgens mij is het 12 uur. En veel alle vragen zijn volgens mij wel beantwoord. Als ik het zo 1, 2, 3 zie. Dan zien we elkaar over 2 weken. Tot over 2 weken. Ja, tot over 2 weken. Dankjewel, hoi. Joep.